Hallo, John. Rijstraat, nummer 28. En dat is mijn hondje. Beestenboel, hè? Engie. Ja, die vindt het allemaal wel interessant, hè? De hele family woont zo'n beetje hier in deze buurt. Die zijn nog niet bij elkaar weg te slaan, joh. Allemaal? Ja, allemaal broers en zussen. Ja, we hebben er 11, dus kan je nagaan, hè? Ja, dat is wel heel leuk. Zijn ze allemaal zo gek van kerst? Nou, de meeste wel, ja. Die houden er wel van, hoor. Ja, van thuis meegekregen, hè. Mijn vader en moeder kookten altijd. En ja, en zondags was het altijd een feest bij ons thuis. Dan kregen we altijd vlaaflippen en zo, hè. Was altijd leuk. En wat voor mensen worden die? Ja, eigenlijk van alles wat. Als jij er nergens mee bemoeit, is er niks aan de hand. Gewoon goeiedag en hallo en prima. Het ziet er toch niet uit, joh. Dit is Jet. Jan. Mies. Frans. Louis. Even, nee, is het verkeerd. Wacht, dit is Pink. Frans. En ja, dit is Louis, maar die zie je haast niet. En dit is Lies, Kitty, en dat is mijn jongste zusje, Nelleke. Dat was een gezellige tijd. Als ik daar nog op terugdenk, dan... Ja. Zelfs die telefoonmastjes heb ik helemaal zelf gemaakt. Van de rest is afgehouden. Maar vorig jaar heb ik gewoon originele gekocht. Dus het was toch makkelijker. Die loopbrug hier ook. Die touwbrug. Die maken gewoon voor lucifers. Een kopje zit er gewoon aan deze kant. En dan zullen allemaal knoopjes in leggen voor me. Doe ik het een beetje uitmeten. Nou, en dat is allemaal persheim. Deze die koop je gewoon per zak. Dan haal je dat voetje eronder vandaan. En dan doe je gewoon zo. En dan staat hij. Tada! Makkelijk, of niet? Ouwe, hoe kom je nou aan al die spullen? Even serieus. Geen idee. Wat was hier allemaal? Ja, dat weet ik. Dit is van mij, maar ik heb thuis nog meer van die zooi, man. Ja, dat is de man. Ja, dat snap ik. Maak jij wel eens wat? Ja, ik maak het kapot. Nee, ik maak niks. Nee, ik blijf er vanaf. Dat is een saaie dingetje. Nee. Dat gaat best prima in zijn eentje. Nee, met tante weer. Ja, met tante weer samen, ja. Hoe zet je me al het werk op, man? Daarom heb ik niet veel vrienden. Je zet je ook altijd aan het werk. Ja, je hoeft niet hard te gooien, want die dingen zijn zo laag niet meer. Maar ik heb verschillende modellen wel ding. Dus noem ik me eens zo. En laat ik hem daar nog een keertje vallen. Dus ik doe dat vol. Dus ik doe dat voor vrienden. En hier spuit ik peurschuim in. Dat blijft hem hier op zo hoog. Dus je hebt ook altijd dit, dat moet je allemaal meerekenen gewoon. Dat is je aanzicht van het lage, zeg maar, wat er tussenin zit. En nu krijg je rotsvorming.
donkerbruin, spuitbus, lichtbruin. Lichtgroen, donkergroen. Een blik witte verf. Daar doen we die top allemaal mee. Ik doe verven, of Willem doet verven. En dan gelijk die korreltjes eroverheen van het sneeuw, weet je wel. En dan blijft het vastzitten, blijft plakken. Dit is Maori, die heb ik ook zelf ontworpen. En je kan zien, allebei de kanten zijn verschillend. Aan deze kant staat lieve en aan deze kant staat vrouw of moeder. Dus staat lieve vrouw of lieve moeder. Als een duiveltje van heb je hardcore. Die hadden er vier op een cd'tje staan, de achterkant. En daar heb ik er gewoon eentje van gemaakt zelf. En aan deze kant heb ik twee maskers. Die had ik met een gedicht voor mijn vader gedaan. Want mijn vader, ik heb mijn vader nooit zien huilen. Dus, en daar heb zijn vrouw, Ineke. Deze meegemaakt helemaal, Trijman. Dan heb ik hier nog dolfijnen. Hier stond vroeger Astrid met een zonnetje en een roos. En dan in het Engels I would die for you van Prince van Purple Rain. Hier ook, dit gedeelte zo. Dat was vroeger een bovenkantje van een bodybuildertje. Die stond zo. Maar op de duur had hij zo'n oogje. Ja, mijn arm werd iets groter. Dus, maar deze heeft Tate Frank gemaakt. Mijn kleindochter, mijn kleinzoon. En deze die heb ik gehad van Ineke en Mark. Want daar zit best wel een droeg verhaal van. Die is van een gewezen vriend van me. Die heeft ze eigenlijk opgehangen. Want die verloor in 18 maanden tijd zijn vader, zijn moeder, zijn broertje. Dus ze was helemaal alleen. Zijn vriendin maakte de verkering uit. Want ze heeft niks met de zielige piepers. Ik denk dat ik hem misschien wel 600 of 700 gemaakt heb inmiddels. En het mooiste vind ik, als je bijvoorbeeld wat is met je ouders. Of je bent iemand verloren, weet je wel. Waar gevoel van is en jij hebt een idee van ja, ik vind dat wel leuk, of dat past bij die persoon, weet je wel, of bij dat beest. Al moet ik 100 tekeningen voor je maken, dan maak ik, nou weet je wel, ik blijf net zo lang tekenen totdat jij hebt echt zoiets van, zo man, dat is het, weet je wel, zo moet het gewoon wezen. Mooi. Dus, ja, dat is ook een hobby van me. Gelukkig, ik heb er niet zoveel. En nou ben ik te laat bij mijn psychiater. Hoi. Mensen, ik ga afsluiten. Joseph Thomas Lee.